Welkom bij alweer de derde dag van de Week van het Journaal. Omdat het journaal 40 jaar bestaat, zetten wij de mensen achter het nieuws in het zonnetje. Straks het avontuurlijk bestaan van verslaggevers en cameramensen, maar nu eerst drie Haagse avonturiers. Ik stel u voor aan de voormalige chef van de politieke redactie van het NOS-journaal, tegenwoordig directeur bij de Rijksvoorlichtingsdienst, Jaap van der Ploeg. Naast hem zit parlementair journalist Kees Boonman. En daarnaast het Haagse gezicht van het journaal Job Frizo. Hartelijk welkom. Laten we eerst eens kijken naar een overzicht van 10 jaar journaal. Vandaag een compilatie van beelden uit de periode 1976-1986. Kijkt u naar het journaal van het journaal. Economisch ging het de laatste jaren steeds slechter. Alles werd duurder, ook het Hollandse volksvoedsel, de aardappel. Gelukkig kent de vindingrijkheid van de Hollanders geen grenzen. Oh, nou, ik eet rijst en macaroni en bami en bruine bonen, kapucijners. Maar ik moet voor mijn man, ik ben Italiaan, ik eet de spaghetti, voor mij kan niet schelen, hè. Dat is mooi. En dan nemen we niet die dure aardappelen, die moet de regering zelf maar eten. Ik heb 120 uur in een hok gezeten, volledig afgeschermd, donker, geen lucht, vastgebonden met handboeien aan een ledikant. Is de politie gelukkig met het feit dat er betaald is? Ja, maar luister, het doel van ons onderzoek is natuurlijk ook het leven van meneer Carranza. We hebben liever een levende meneer Carranza en geen daders dan een dode meneer Carranza en vijf daders in de cel. Ik voel me besodemieterd, ik voel me gewoon verkocht hier door de hele gemeente Lekkerkerk. En ik vind dat BMW die moet de hele troep hier maar kopen en tegen de vlakte gooien en mij schadeloos stellen. Nou ja, we gaan dus natuurlijk nooit tot veilig weg. Ja, we zullen maar hopen dat het goed afloopt. We weten het niet. Hè? Het is alleen heel naar natuurlijk. In sickness and in health. In sickness and in health. Met de toeneming in de jaren 70 en 80 van kraakacties, bezettingen, ordeverstoringen, stakingen, demonstraties, werkonderbrekingen, prikacties, harde acties en het roepen om actie, nam ook het geweld in het journaal hand over hand toe. Eindelijk, na 22 jaar, was het dan zover. Een elfstedentocht, maar wel een elfstedentocht op het nippertje. De temperatuur was voortdurend boven nul en daarom veel water op het ijs. Maar met een wedstrijd die tot aan de finish buitengewoon spannend is geweest. Weinig Haags nieuws overigens, heren. Heeft u het gevoel dat het nieuws uit Den Haag een beetje een ondergeschoven kindje is? Dat heb ik zeker niet. Ik denk dat dit te maken heeft met een keus die gemaakt is. En als je televisie maakt, dan wil je vooral kijken naar beelden. Politiek is vaak heel moeilijk in beelden te vatten. Maar ik vind zeker niet dat de politiek nog vroeger, nog nu, bij het journaal een ondergeschoven kind is. Is Den Haag spannend? Met de komst van dit nieuwe kabinet is in ieder geval, zoals dat met een moeilijk woord heet, het dualisme terug in de politiek. Mm. De Kamer gaat onafhankelijk van het kabinet meer zijn gang dan bijvoorbeeld onder de kabinetten Lubbers. Dat maakt de politiek spannend. Ja, je moet er natuurlijk wel een beetje in geïnteresseerd zijn, wil je het spannend vinden. Ja. Maar hoe bepaalde zaken aflopen in de politiek staat nu telkens niet van tevoren vast. En dat was vroeger wel zo. Ja. Dus de politiek is zelfs spannender geworden. Ik heb ook het idee dat het weer meer begint te leven bij het publiek. Ja, maar ik wou net zeggen, mensen zeggen vaak dat het niet spannend is. Maar kan het zijn dat het niet spannend genoeg gebracht wordt? Is politiek spannend te brengen dan? Nou, ik denk dat wij het wel spannend brengen. Tenminste, dat hoop ik maar. Maar het is soms niet zo eenvoudig te brengen, omdat het natuurlijk erg ingewikkeld is. Onderwerpen, de uitleg over verschillende wetten die toch wel veel politieke problemen geven, dat blijft dikwijls heel moeilijk uit te leggen. En dat veroorzaakt misschien dat mensen denken, ja, het is niet spannend, dus saai, dus niet interessant. Is er nou verschil in politieke berichtgeving tussen nu en in de tijd dat u het deed?
Absoluut. Om twee redenen. De eerste plaats is de techniek. Wij konden vroeger in Den Haag tot 4 uur op film werken. Dan reed je met je filmblik onder je arm naar Hilversum. Dan ging je verderop bij Cinecentrum, werd het ontwikkeld. Je ging het monteren. En je was dan blij als je het om 8 uur kon uitzenden. Wat Kees en Job doen, is dingen die om 7:55 gebeuren, om 7:50 uitzenden. Dus dat is een ontzettend groot verschil. Is dat een gerace in? Is dat spannend bij jullie in die studio daar trouwens? Ja, in die zin is het wel spannend, ja. Elke dag eigenlijk. Maar daar merkt de kijker natuurlijk op zich niks van. Maar het komt regelmatig voor dat je om 7:50 met een bandje onder je arm, met een rotgang van de Tweede Kamer naar de studio, die ligt een paar honderd meter verderop, holt. Dan moet je het nog monteren. En dan moet je vervolgens in de uitzending gaan zitten en vertellen wat er aan de hand is. En dat bandje instarten, zou ik maar zeggen. En dat is vaak heel erg veel gestresst, ja. Met die verstanden, het is geen film, dus het hoeft niet meer te worden ontwikkeld. Het zijn gewoon videobandjes. Dus je kunt meteen wat je opgenomen hebt, kun je meteen uitzenden. Maar zou het dan niet spannender zijn als je dat ook laat merken, die enorme snelheid waarmee je dat doet? Maakt dat niet dat je denkt, dat het wat spannender wordt? Of zijn dat techniekjes die jullie niet gebruiken? Wij zeggen vaak als dingen net gebeurd zijn dat het zojuist is gebeurd. Of enkele minuten geleden. We geven wel aan hoe heet het nieuws is. Dat doen we wel. Maar je moet natuurlijk niet heigerig in een uitzending gaan zitten. Want dan heb je kans dat de kijker alleen maar kijkt. Zit die vent daar te heigen in plaats van dat ze naar de boodschap luisteren. En dat is toch het belangrijkste. Ja. Hoe is het als we het hebben over de omgang van politici met journalisten? Is daar verschil in? Ja. Het journaal is veel journalistieker geworden dan het vroeger was. Dat betekent ook dat de relatie tussen de politici en de journalisten anders is geworden. Of de journalist en een voorlichter, want u bent nu natuurlijk, u staat eigenlijk aan de andere kant nu, hè? Van de lijn. Of, ja. Ja. Ja, wat wil je ermee zeggen? Nou, ik bedoel, uit die tijd, toen beoordeelt u het als journalist. En nu staat u aan de andere kant, beoordeelt u het op een andere manier. Kijk, er is toch een omwenteling gekomen in de verhoudingen in Nederland op dat gebied. Dat was het begin van de jaren 70, kabinet Den Uyl. Toen werden die verhoudingen wat informeler. Maar daarvoor sprak je minister met excellentie aan. Hoe lastig zijn voorlichters eigenlijk? Ja, er zit er nu één naast me. Ja, daarom ja. Ze kan niet het over zeggen. Niet zo goed dus. Ik zal niet stoppen, Kees. Nee, ja, in principe zijn voorlichters natuurlijk lastig. Want het is niet echt een gebruik voor een voorlichter. Zeker niet van de Rijksvoorlichtingsdienst. En ook niet van politieke partij. Om nou direct onmiddellijk informatie te geven. En vooral ook alle informatie. Maar nou, meneer Bouwman, van u is bekend dat u nogal eens wat primeurtjes hebt rondom Wim Kok. Ligt het bijna voor de hand om te zeggen van hoe komt het dat u dat weet? U wist bijvoorbeeld als een van de eerste, of u berichtte als een van de eerste, of als eerste dat hij informateur zou worden. Bent u dan goed bevriend met Wim Kok, dat u dat weet? Nou, ik wist het gewoon. En het speelde zich af. Ik werd wakker en ik dacht, nee, het verschil was met andere journalisten op dat moment tijdens informatie, dat ik was daar waar het plaatsvond. En al die andere journalisten zaten te wachten daar waar niets gebeurde. En ik was namelijk bij Noordeinde. En ja, ik kan natuurlijk heel interessant zeggen, kringen rond het Koninklijk Huis hebben mij dit gemeld. Ik wist het gewoon. Je was op het goede moment op de goede plek. Ja, en toevallig was er ook nog een uitzending, dus toen kwam allemaal mooi uit. Ja, bovendien, als ik nog Kees mag aanvullen, het is vaak ook een kwestie van een heel logisch nadenken. Je combineert het een en het ander. Kees zag Kok bij de koningin er binnen gaan op het moment dat hij wel een functie had. En als je dan nadenkt, dan kun je denken van nou, zou die informateur worden? Dat ga je vervolgens checken. En zo komen er vaak nieuwsfeiten tot stand. De declaraties van etentjes, is dat een hoge declaratie voor mensen in Den Haag? Nee, want wij moeten vaak zo hard werken dat het eten er wel eens bij inschiet. Ja, maar ik bedoel juist dat u eet met mensen om weer nieuwtjes te horen. Ja, dat is een soort idee, dat is een idee, dat is de romantiek rond het werk. Nou, en ik kan echt zeggen dat dat enorm tegenvalt. Er wordt heel weinig gedronken. Er wordt weinig gegeten. Misschien dat het in de tijd van Jaap heel anders was. Maar wij kunnen geen spannende dingen daarover zeggen. Hij gaat ook zo zenuwachtig lachen. Wat eten betreft was het minder. Goed, laten we dit. Dit gaat u toch niet vertellen. Maar waarom bent u eigenlijk voorlichter geworden? Vanuit de journalistiek. Voorlichter eerst van Defensie en nu bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Ik was 21 toen ik bij de NOS begon. En na 15 jaar dacht ik, ja, wat moet ik nu doen? De rest van mijn leven hier blijven zitten. Of maar eens iets anders gaan doen. En is dat een vrij logische stap, vindt u? En dan is een van de mogelijkheden die er zijn, is dan om de overheidsvoorlichtingen te gaan.
Ik beschouw dat in tegenstelling tot Kees als de andere kant van dezelfde medaille. Je acteert toch in hetzelfde circus, alleen je hebt daar een andere verantwoordelijkheid. Acteren vind ik wel leuk in dit geval trouwens, het woord. Nou ja. Dat kun je ook verschillend uitleggen. Is dat jullie voorland? Heb je iets van, nou, nu ik in Den Haag heb gewerkt of nu parlementair journalist ben, zie ik dat voor mij ook in de toekomst? Ja, nee, dus gaan ze allebei nee zeggen, want dat zeggen journalisten altijd als je dat zegt. Nou, dat weet ik niet. Ja. Ik heb één ding geleerd in de politiek om te beginnen. Je moet nooit nooit zeggen, dus ik kan niet hier beloven dat het nooit zal gebeuren. Nee. Maar ik heb een journalistenhart. Ik vind mijn werk ontzettend leuk. En ik hoop dat ik tot het eind van mijn leven, vooral in het journalistieke veld, werkzaam zal blijven. Ik weet natuurlijk nooit wat er gebeurt, dus daarom zeg ik, je moet nooit nooit zeggen. Maar je zult mij niet zo gauw die stap zien maken. Nee. Dat geld wat daarbij komt, want dat is misschien voor Jaap ook nog wel een reden geweest, dat je meer gaat verdienen als je... Maar goed, voor sommigen is dat wel... Een misverstand. Voor sommigen is dat misschien wel een reden. Dat is een reden die ik nooit zal hebben om naar de voorlichting te gaan. Meneer Bolman, uw voorlichter. Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij het journaal. Geweldig mensen, leuk maar team. Wim, ik weet niet hoe dat afloopt. Ja, ja, nou ja. Goed, ik was. Nee, laat ik eerst even wijzen. Ik bedoel, missers hebben we natuurlijk allemaal wel eens gemaakt. Maar wij hebben een paar aardige voor u. Want van het journaal verwacht je allemaal wel dat het foutloos en betrouwbaar is. Maar natuurlijk gaat er ook bij het journaal wel eens wat mis. Hier zijn voor het eerst op de Nederlandse televisie de bloopers van het journaal. Kunt u even doorlopen alsjeblieft? Ja, dat moet je goed. Even wachten. Niet te maar werken. Nee. Ingenieur Wessels, eerste maal. Maar als een permanent circuit dan zoveel veiliger is, waarom hebben we het dan nog lang niet? Er spelen een aantal facetten. De overheid... Sorry, al lang niet. Ik vraag nog even iets duidelijk. Kunt u even doorlopen alsjeblieft? Ja, dat moet je goed. Ingenieur Wessels, tweede maal. Kan een vluchteling. Ja, wat doen we nou? Dan zit ik een vraag over te stellen, kom jij binnen? De markt is open vandaag hier zo en de supermarkt is open. En waarom zal ik dan niet open zijn? U staat daar net, er staat een worst voor uw gezicht. Kunt u even doorlopen als u wilt? Ja, dat moet je goed. Oh, jongens, zo de mieter heen, zeg maar, verdomme. Ja, en nou wegwezen, hè? Sorry, ik ga even overnieuw. Ingenieur Wessels, derde maal. Of zoiets in die geest. Mr. Taher, what is the purpose of your coming here? I don't know, really. I don't know. I have no idea. Kunt u even doorlopen als u wilt? Ja, dat moet je doen. Ik moet lachen. Hoe was de situatie vandaag in Nederland? Nou, niet best, meneer Verkerk. Wat heb ik uw naam goed genoemd? Noemt u mij... Geen naam? Draai maar door, maar noemt u mijn naam niet. Het is namelijk ook niet Verkerk, maar dat geeft verder niet. Oh, 5. Can you give me that brush over there? 4. Oh, mijn oorbellen. Pak even mijn oorbellen. 3. Het klaart een beetje op. Een mistbank kan er wel ontstaan. 2. Oh jezus, mijn ding is eruit, jongens. 1. Kunt u even doorlopen alsjeblieft? Ja, dat moet je goed. Filip. Daar heb ik ook een huis. Zo te zien. Filip, kun je mij horen? Ik kan vanuit het raam zie ik nu. Het is heel komisch, maar dit is niet de bedoeling van dit gesprek. Hoor je mij, Filip? Verklaren dat hij voor pakweg 100 gulden eigenaar is geworden van zo'n beest als dit? Nee, dat zal dus absoluut niet kunnen. Hop, wegwezen, joh. De situatie hier in Vlissingen is ernstig. Ja. Ja. Daarmee zijn we aan het einde van het 8 uur journaal van zaterdag. Van maandag. Ik ben even de datum kwijt. Het is altijd leuk als collega's fouten maken. Enige nette kennetje. Ja, bedankt. Iedere dag weer reizen cameraploegen van het journaal Stad en Land af om nieuws op de band vast te leggen. Ik praat nu met verslaggevers Pauline Broekema, Harmen Roeland en cameraman Jan van Eindhoven en Paul Hartenhoff. Welkom. Zijn jullie, want jullie reizen zo verschrikkelijk veel en jullie zien zoveel. Zijn jullie nog wel eens onder de indruk van dingen? Iedere dag. Ja, heb ik ook. Ja.
Ja, vrijwel iedere dag. Vrijwel ieder onderwerp dat ik maak. Er zijn natuurlijk uitschieters. Dingen die je nooit meer vergeet. De val van de muur. Ik heb met Jan de hele voorgeschiedenis voor de val van de muur gemaakt. Met de vluchtelingenstromen, de treinen die aankwamen. Ja. Dat zijn dingen die je nooit meer kwijtraakt. In de winter denk je aan de Elfstedentocht. Want ieder winter moet er weer een Elfstedentocht komen. Want dat is maar het mooiste dan ben je dat je meegemaakt. Van onder de indruk? Ja, dat is fantastisch, joh. Oh. Dat is hartstikke leuk. Zijn jullie als cameraman nog wel eens onder de indruk van iets? Van... Je bent steeds onder de indruk. Het gebeurt zo snel. Dus een uur later ben je weer onder de indruk van iets anders. En een uur later weer van iets anders. Maar hoe lang zit je al in dit vak, Jan? Ik doe dit zeg maar eind jaren 60. En er is nooit een verzadiging? Nooit dat je denkt, nou heb ik het wel gezien? Nee. Kijk, met Harm hebben we in Roemenië gezeten. Een vervelende tijd. Ja. Het was niet prettig. Dat was toen de revolutie eruit brak. Ja, Ceausescu werd afgezet, volk kwam in opstand. 89 of zo. Hè? Wij zaten bijna illegaal in Roemenië op dat moment. Met een rood, en dat is niet lekker waarschijnlijk. Nee, een rood autootje gingen wij naar de Hongaars-Roemeense grens. En met worst en cola gaf die douanier ons een fantastisch visum. Ja. En zo zijn wij via, niet wetende wat er aan de hand was. En toen we in dat land terechtkwamen, hebben we toen 24 uur gedaan over de route Hongaarse grens tot aan Boekarest. En in welke plaats we al kwamen, welk dorp we al kwamen, er werd gevochten. Er was een bloedbad aangericht. Mensen die een taal spraken die we absoluut niet konden verstaan, die wezen ons op menselijke resten. Op stille getuigen van slagpartijen die daar hadden plaatsgevonden. Op een gegeven moment weet je dan ook via je portable radiootje, ja, Securitate, maar ik wist eigenlijk niets van Roemenië. En ja, Jan wist ook niet wie Securitate was. Maar... En dan kom je op een gegeven moment in Boekarest terecht. En wat je daar ziet, dat zal ik nooit vergeten. Daar zag je dus duizenden mensen op een plein staan. En dat plein werd omgeven door hoge flats, hoge kantoorgebouwen en hotels. En vanuit die hoge gebouwen schoten partijen, strijdende partijen op elkaar. Met lichte wapens, zwaar wapens, tot en met schouderraketten toe. Die gebouwen stonden ook in brand. Mm-hmm. En daar stond een menigte zwijgend te protesteren. In die menigte vielen ook weer slachtoffers. Mm-hmm. En het is zo irreëel, zo onwezenlijk, dat vergeet je nooit, nee. Paul, ben jij wel eens in situaties geweest waar het toch wel heel moeilijk was om weer naar huis te gaan en weer te doen alsof het allemaal niet gebeurd was? Ja, dat is nog wel eens voorgekomen, ja. Noem eens wel. Maar wat Harmer ook zegt, je bent onder andere de Bijlmer-ramp bijvoorbeeld. Ja. Dat jij was er als eerste bij, geloof ja, ik, hè? Ja, als allereerst. Ja. En, Paul was in de stad op. Het was ik zal die zondag nooit vergeten. Paul was in de stad met Aletta van het Jeugdjournaal. Ja. En toen? We waren aan het draaien op de Nieuwe Zijds of zo, de Leger des Heils. Mm-hmm. Iets met zwerfjongeren. En, en toen kregen wij een bericht van een tipgever dat er een vliegtuig in problemen was bij Schiphol. En een noodlanding zou gaan maken. En het was een groot vliegtuig. Dus toen zijn we onmiddellijk daarheen gegaan. Maar onderweg bleek dat het bij Weesp en Naardal in problemen was. En het Schiphol nooit zou halen. En toen hebben we het bandje gouden camera gehad. Aan de verslaggever gegeven. En bij een brandweerkazerne gaan staan. Om te kijken waar de brandweer heen ging. Ja. Omdat je anders nooit weet waar je zijn moet. Ja. En toen waren we binnen 5-6 minuten ter plaatse. En dan is het heel raar als je bij zo'n ramp komt. Je weet dat er een ramp gebeurd is. Maar dat je dus eigenlijk niet hoort dat er iets aan de hand is. Het was heel onwezenlijk stil. Dat kwam omdat er nauwelijks overlevenden waren en ook nauwelijks gewonden. En dan is het een heel raar gezicht als je daar zo'n enorm veld ziet branden achter die flat. De flat weg, een gat erin. En dan denk je, dit kan niet waar zijn. Ook de mensen die je dan belt, die denken eerst dat je een soort misplaatste grap maakt. Hè? Omdat oefeningen van de bescherming bevolking, die begonnen altijd vroeger met, er is een Boeing op de Bijlmer gestort. En nu was het dus echt gebeurd. Mm-hmm. Dus dat was heel raar. En als je daar een tijdje rondloopt en je hebt je werk gedaan en je bent afgelost door anderen, dan moet je weer naar huis. Dan is het moeilijk om je los te maken. Die beelden van jou overigens zijn de hele wereld overgegaan, hè? Ja. Ja, dat was. Het was CNN die dat kaapte, hè, als eerste. Ja, dan hoor je later weer van andere mensen van CNN had de eerste beelden. Ja. En dan word ik dus ontzettend kwaad. Want Paul
heeft voor het NOS-journaal de eerste beelden gemaakt. En het NOS-journaal heeft die beelden gedistribueerd via het uitwisselingskanaal van de publieke omroepen, waar CNN ook op geabonneerd is. Pauline, jij hebt bij aardbeving in India ben je geweest. Je hebt tussen mijnenvelden gereden in Cambodja. Mm-hmm. Ken jij angst? Soms, maar niet in zulke situaties. Ik heb eens een keer met Jan een interland gedaan in Rotterdam. Weet je dat nog, Jan? Ja, toen liet de politie de hele boel uit de hand lopen. Ze gingen met sirenes rondrijden. Die supporters die raakten steeds opgefokter. En ik weet dat ik ontzettend bang was dat er met name Jan iets zou overkomen. Mm. Ik kon om me heen kijken. Jan kon niet om zich heen kijken. Die maakt deze. En al die stenen kwamen op hem af. Die koolsingel lag helemaal open. Op een gegeven moment was het heel riskant, omdat er toen de melding kwam dat er wapens onder de supporters waren, vuurwapens. Dat vond ik eng. En wat doe jij dan? Bepaal jij dan, we gaan hier weg? Of ga je door tot het beste shot gemaakt is? Hoe is dat? Je werkt in overleg. Ja. Je kunt niet zeggen van ik wil dit, ik wil dat. Je werkt zoveel mogelijk in overleg. Maar wat waag jij als cameraman om toch dat beste shot te hebben? Je waagt niks. Het is gewoon, je gaat op je gevoel af. Je kunt niet zeggen ik doe een stapje meer of een stapje minder. Je gaat op je gevoel af. Mm-hmm. En ik ga niet voor mezelf roepen, ik durf dit, ik durf dat. Ik heb met Hugo Verheyen een reportage gemaakt, de oorlog Irak-Iran. Wij waren door Iranese meegenomen naar de olieraffinaderij in Basra, die het gebied dat zij veroverd hadden. Wij komen daar aan en die laten ons keurig zien. Kijk, zo goed we zijn, we hebben dit stuk veroverd. Ja. Prima, prima. Wij staan daar te draaien. En we worden vanaf de olieraffinaderij worden wij beschoten door Irakezen. Mm-hmm. En echt ik heb zelden palmbomen door de lucht zien vliegen, maar daar ging alles wat er stond, ging daar door de lucht. En Hugo zei van, we maken hier nou een stand-upper. Ik ga niet roepen, dat doe ik niet. We hebben een stand-upper gemaakt van Hugo, met een BVU-recorder om zijn schouders. Helm op, duikend voor alles wat rondom zijn genen vloog. Nou, zijn laatste woorden waren, wegwezen hier. We duiken op een auto, het is een plankgas verdwenen. En dan is het niet een kwestie van, hoe ver ga je? Nee, ja, het is een beetje toch je journalistieke gevoel. Paul, jij noemt het vak van cameraman het mooiste vak ter wereld. Waarom? Nou, in de eerste plaats omdat het natuurlijk nergens meer voor deugen verder. Dat maakt het niet tot moeten een mooi vak, Paul. Dat maakt het dus niet je tot probeert een mooi dat te legitimeren door te roepen dat het het mooiste vak is. Nee, maar het is volgens mij anders. Het is inderdaad zo. Het is, de Engelsen zeggen never a dull moment en zo is het natuurlijk. Het is automatisch afwisselend. Je komt in alle lagen van de bevolking. Mm-hmm. En iedere dag is anders. Hoe lang hou je dat vol? Lang. Kennelijk. Hoop ik. zolang je het leuk blijft vinden, moet je het blijven doen. Op het moment dat je het niet meer leuk vindt, dat je met tegenzin naar je werk gaat, dan moet je stoppen. Want je kan dit werk natuurlijk alleen maar doen als je het echt leuk vindt. Dat geldt voor jullie ook, hè? Ja. Want het aardige is van het vak van journalist en het vak van cameraman, is dat je natuurlijk niet alleen reportages maakt, verslagen maakt over ernstige zaken, maar dat je ook naar tentoonstellingen gaat. En je ziet als eerste bijvoorbeeld een overzicht van landschapskunst, landschapsschilderkunst in het Fries Museum in Leeuwarden. En het is fantastisch. Je ziet andere tentoonstellingen, je gaat naar allerlei voorstellingen. En je hebt alle tijd om te kijken dan. En je maakt ook onderwerpen die echt nergens over gaan, maar toch leuk zijn om te doen. Nou, je bent in de maatschappij ben je heel breed bezig. Hè? Ja. Dat is het leuke van het journaal. Dat het journaal, zeg maar, als taak heeft een brede weergave van wat er in Nederland gebeurt. En maatschappelijk gezien relevant is. En je staat vooraan en dat is ook heel belangrijk. Je bent en bij ontwikkelingen die die staan te gebeuren, sta je vaak aan de wieg. En dat is heel interessant. Ja. En dat realiseer je ook wel. Dat is je moet een beetje gevoel voor historie hebben. Ja. Zeker. Soms maak je dingen mee waarvan je op je vingers kunt naast. Dit is staat in de geschiedenisboekjes later. En wat ook heel aardig is, dat als je door Nederland wandelt, om het zo maar eens te zeggen, en de kranten leest, en je ontmoet allerlei mensen, dat je denkt van, hé, dat is een heel aardige ontwikkeling. Dat is wel een aardige reportage. Oh, ik dacht dat je wou zeggen, hier ben ik al eens geweest. Is er nog wel eens een plek waar je niet geweest bent, kan je beter vragen. Het is wel zo, als je door Nederland rijdt, dat je denkt van, oh ja, hier is dit gebeurd. Hier is dat gebeurd. Ja. En oh god, ja, daar is dat en dat gebeurd. Maar goed, dat heeft iedereen, denk ik. Goed. Maar 50 jaar journaal vinden we jullie daar nog wel. Ja, lijkt me wel. Nee, het is een prachtig vak. Het is echt het mooiste vak dat je kunt verzinnen. Als je alle vervelende reportages, de leukste dingen bewaart, hoe slecht de omstandigheden ook waren waarin ze gemaakt zijn, en bewaart de leukste dingen, ook met Roemenië. Het was een verschrikkelijke reis. Mm-hmm. Maar als je zag hoe wij ons eerste bandje naar Nederland kregen,
Dat is ongelooflijk, maar het was in Nederland. En dan zeg je, jongens, we hebben toch een mooi vak. Ja. Het is toch fantastisch? Daar laten we het bij. Ik dank je wel dat jullie hier waren en nog heel veel heel fijn werk wens ik jullie toe. Morgen praten we verder over 40 jaar journaal. Dan wordt het een reunie van buitenlandcorrespondenten. Dus morgen na het journaal van 4 uur bij de AVRO op Nederland 1. Maar nu nog felicitaties van iemand die vorige week hier op de bank zat en ook wel eens in het journaal zit. 40 jaar het NOS journaal, vroeger NTS en daarvoor nog een andere naam wellicht. Ik heb speciaal voor jullie, als respect voor alles wat er in de 40 jaar is gebeurd, een bloemetje meegenomen. Wel gefeliciteerd. Wel bekend. Nogmaals heel veel dank en ik hoop dat u morgen ook weer kijkt. Tot dan. Dag.